Goeiedag en welkom bij Privé TV. Gisteren werd de Michiel de Ruiterprijs uitgereikt aan Henk Krol in, heel toepasselijk, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Jan Uriot was erbij. Jan, fijn dat je er bent. Ja, Mark. Ja, hoe was het gisteren? Ja, het was een klein gezelschap. Het gebeurde ook, de overhandiging gebeurde op het VOC-schip. Dat ligt achter het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ja. En het was een mooie gelegenheid, moet ik eerlijk zeggen, met een aantal persmensen. En hij kreeg de onderscheiding opgespeld door Pia Baruch. Ja. Die kennen wij uit... Van de Culturenkrant? Ja, in de modewereld. Ze heeft hier ook een mooie bontjas aan. En Henk had gehoopt op matroosjes, maar je ziet aan de wie erachter staan, dat zijn geen matroosjes, die waren er even niet. Nee. Maar die mevrouw Pia, die deed een hele leuke speech en dat hoorde er ook wel een beetje bij. Dat gaf een beetje lucht aan de ceremonie. Ze zei bijvoorbeeld van, nou Henk, moet je luisteren, het maakt allemaal niet uit als je af en toe een document niet kan vinden in een laadje. Het maakt ook helemaal niet uit dat je niks van pensioenregelingen weet of dat je doden feliciteert. Je bent een kleurrijke figuur en je zet je in voor de minderheden in deze samenleving en vandaar deze prijs. Ik vond het een geestige speech in ieder geval. Ja, de Michiel de Ruiterprijs dus. Ja. Wat is dat voor prijs? Laat Henk dat nou zelf even uitleggen. Nou, vooruit. Toen ik de prijs moest gaan ophalen, zeiden mensen tegen mij, word je nu gevraagd omdat je, zoals hij, een boef bent of een held? En dan zeg ik, ja, de mensen die me echt kennen weten dat ik niet het een en niet het ander ben. Het enige wat we gezamenlijk hebben is dat we allebei op de middelbare school zijn weggestuurd. En dat heeft hem en mij ook strijdbaar gemaakt. Deze prijs is eerder uitgereikt. Wie hebben hem voorgaande jaren in ontvangst? Nou ja, het is, je weet wel ongeveer wat voor soort prijs het is inderdaad. Ja. Ik bedoel, het is mensen die zich inzetten voor minderheden in de samenleving. En dan heb je het bijvoorbeeld al over de Amsterdamse brandweer, heeft hem geloof ik een keer gehad. Of de Partij van de Dieren. Dus ja, dat soort dingen. En waarom nu Henk Krol? Nou, dat weet Henk zelf ook heel goed. Luister maar. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat altijd over jezelf te zeggen, maar de jury vond dat ik me mijn leven lang heb ingezet voor mensen die in de verdrukking zitten, voor minderheden. Dat deed ik vroeger voor de groep homoseksuelen en dat probeer ik nu te doen voor de ouderen die ook steeds meer in de verdrukking komen. Nou, heel verdiend denk ik. Ik loop een beetje op de zaken vooruit misschien, maar wie denk jij nou dat hem volgend jaar zou mogen winnen? Ja, daar heb ik ook maar even met Henk over gesproken, want die weet dat natuurlijk als geen ander. Wie zou jou dan op moeten volgen? Ja. En hij vindt Abu Talib, de burgemeester van Amsterdam, van Rotterdam, pardon, vindt hij dus inderdaad het meest geschikt daarvoor, omdat hij culturen samenbrengt inderdaad. En dat is natuurlijk ook een mooi iets. Ja. En ik denk dus zomaar dat volgend jaar dat er een Rotterdammer het schip in gaat. Adem moet kunnen. Ja. Dankjewel. Dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot snel.